Staat in het centrum van Lviv. En wat we daar zagen was een dienst, een volle kerk op vrijdagochtend. En de dienst ging ter ere van nagedachtenis van de soldaten die zijn omgekomen in deze oorlog. En er waren foto's van de soldaten. Er was een vlag van Oekraïne met het beeld van Jezus erop. Vond ik erg krachtig. En er werd gebeden voor vrede. En wat echt bij mij binnenkwam, ik vond dat een indringend beeld, ik heb daar lang naar gekeken, was ook het beeld van een jongen, een kind van een soldaat, die dus zijn vader is verloren. Er waren meerdere protetfoto's gemaakt, die prachtig overkwamen, indringend overkwamen, met quotes erbij. En zo was ook een quote van Zakar, 6 jaar, die zijn vader verloren is. En hij zei, ik droom ervan om een tramrails te bouwen naar de wolk van mijn vader. Die daar in de hemel is. Dat vond ik erg ontroerend. En het beeld van de twee altaren kwam daarbij ook in mij op. En dit is aan de ene kant de eredienst. En aan de andere kant hebben we de kerk in actie gezien. De kerk in de haarvaten van de samenleving. Lviv, normale stad van 700.000 mensen. Waar nu 2 miljoen mensen wonen. Dus ongelooflijk veel vluchtelingen. En daar speelt de kerk een belangrijke rol in om ze op te vangen. Ze worden opgevangen in scholen, in gemeentehuizen, maar ook in kerken. Vader Victor heeft zijn deuren geopend, we zijn daar geweest. En er worden vluchtelingen opgevangen, er worden kinderen onderwijs aangeboden. Er worden distributiecentrums opgericht om alle kerken, en alle gemeentehuizen, alle scholen te voorzien van datgene wat nodig is. En op die manier wordt aan de ene kant de dienst in de kerk vormgegeven, op een hele respectvolle manier. En aan de andere kant zijn wij als kerk in actie. Actief hier, ook in de Oekraïne. Het was prachtig om te zien.